Van harte welkom in een uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen, waar de sfeer er meteen goed in zit. In een Olympisch jaar kan het gymgala uiteraard niet zonder Olympische kampioenen. Drie gouden medaillewinnaars van Rio zijn naar ons land afgezakt om zich te tonen aan de Belgische gymnastiekfans. We zien vijf Olympische ringen, daarin zitten die drie Olympische kampioenen en ook onze twee Belgische toppers. Het eerste doek dat valt onthult de Wit-Rus Vladislav Gonchárov. Hier zien we de Nederlandse Sanne Wevers. Daar is onze Dennis Goossens. En Nina Derwaal. En tot slot de Oekraïner Oleg Verniajev. Nu tonen ze al een klein staaltje van hun kunnen, er straks uiteraard veel meer. Vladislav Gonchárov won goud in trampolinespringen. Sanne Wevers pakte de gouden medaille op de balk. Dennis Goossens aan de ringen is de eerste Belgische gymnast die een individuele toestelfinale haalde op de Olympische Spelen. Nina Derwaal hier met een stukje van haar brugoefening. Zij bewees in Rio dat ze thuis hoort bij de wereldtop en ze is nog maar 16. En tot slot Oleg Verniajev, de gouden medaillewinnaar aan de brug.